and I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this an antisocial pessimist but usually I don't mess with this. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag weer een diabetes video. Ik ga de sensor gebruiken en dit is de doos waar de sensor in zit. Ik heb de doos al gekregen, klein beetje informatie over gehad, maar geen echte uitleg erover, dus daarvoor ga ik binnenkort weer naar het ziekenhuis. Wat zit erin? Dit blok. Waarschijnlijk zit daar een boek met informatie in ofzo. Dan heb ik hier de sensor met het oplaadstationnetje. Nou, hij knipt nu groen. Het zou wel betekenen dat hij opgeladen is ofzo. Want we hebben er alvast een batterij en een oplader gedaan. Zodat ik hem de eerste volgende keer bij het ziekenhuis kan gebruiken. Dit is dus eigenlijk de sensor. Die mijn bloedglucose gaat meten. Om de 5 minuten dacht ik. Hiermee schiet ik waarschijnlijk de naald. Ja, dat is ook een soort van infusieset ofzo denk ik. En die moet ik 1 keer in de 3 weken ophalen bij het ziekenhuis. Want die krijg je dan mee. Kan ik niet zomaar thuis laten bezorgen ofzo. Ik weet ook niet precies waarom. Hier zit nog wat in. Ik weet niet meer zeker waarvoor dat was. Wat ik wel weet is dat deze sensor speciaal voor mijn pomp is. Daar kan die mee gekoppeld worden. Ik heb deze pomp. Ja, dan zie ik jullie in het ziekenhuis. Ik ben nu onderweg naar het ziekenhuis, naar de kinderkliniek. En vandaag gaan ze de sensor plaatsen. Ik weet niet of jullie me goed horen, want ik ben buiten. En hier, dit gebouw, is de kinderkliniek. En ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig. Want het is weer een nieuw soort infuus, een nieuwe naald. En ik ga meestal voor jullie filmen. Dus een beetje veel wind. Ik zie jullie zo binnen. Strak trekken, de opzetten, indrukken. En hij zit erin. Hou je hem even vast. Zodat hij gewoon even kan gaan plakken. En dan trek je hem daar recht uit. Maar dat gaat natuurlijk altijd helemaal goed, dat snap je. Behalve nu. Chips. Nou, opereren. Dit is het. Zou dit ook een harde ding? Die gaat eraf. Ik hou me tegen. Dit was het naaldje. Het naaldje is er nu ingesprongen en die gaat eruit. Wat je doet, is je haalt deze eronder door. Je maakt deze achterlangs, kun je dat zien? Zie je hier die pleister? Die haal je een papiertje los. Je houdt hem altijd een beetje tegen. Ja, ja. Dan zit die vast. Hetzelfde idee als bij die andere. Pak je zo'n pleister. Haal je de eerste eraf. Doe er overheen dat dit vast zit. Dat kan je volgens mij nooit zelf doen. Mooi wel hoor. Hoe ging het? Goed. Deed het pijn? Nee. Voelde niks. Nou, het is gewoon eng. Oké, dan gaan we even naar je pompje. Dan gaan we naar menu. Dan gaan we naar sensorinstellingen. Sensor aan. Deze. Die zie je dat die licht geeft. Sluit je daar op aan. Ga je de sensor aansluiten. Nieuwe sensor starten. Het kan zijn dat die tussendoor opeens zegt dat hij geen verbinding meer heeft ofzo. Haal je hem daar, kijk, hij was groen. Dan haal je hem er even tussen eraf en dan ga je hem opnieuw erop zetten. En dan zet je ook nieuwe sensor.
Dit is het tekentje van de sensor. Hij is nu zoeken naar het zender. Hij is aan het opwarmen. Je ziet dat ik die nog niet vastmaak. Dat doe ik bewust, niet omdat ik het vergeet, maar dat doe ik omdat ik straks wil kijken naar de IZEG-waarde. Wat is IZEG-waarde? Dat is kilometers bij afstand, liters bij melk. En dan geeft hij aan dat hij goed verbonden is. Dus, en dan pas maak ik hem vast. Maar hij is nu aan het opwarmen. Dus nu hebben we geduld nodig. Oké, om de sensor op te warmen moet ik de trap zoeken. Oh, hier mag ik niet in. De lift is om de hoek, maar je kunt ook de trap nemen. Dan is dit de trap. Ja. Nou, maar om die sensor op te warmen moet ik nu dus even gaan lopen of zo. Dus hier is de trap. Ja, nu ben ik bij 2. Ik ga wel weer omhoog. Hij zit vast. En als je dus wil, kun je daar een groter plakkaat overheen doen. Maar als ik zie hoe prachtig dat zit, denk ik dat dat niet nodig is. En je neemt gewoon voor de zekerheid, neem je er eentje mee naar huis. En dat was het. Hij zit vast. Oké. Inmiddels ben ik wel weer een tijdje thuis. Het pompje moest 2 minuten opwarmen, of de sensor weet ik veel. In ieder geval op mijn pompje stond dat 2 minuten moest opwarmen. Daarna moest ik mijn vingerprik doen. Ja, gaat die uit. Om te kalibreren, dat duurde ook weer een tijdje. En toen ik ondertussen even keek, toen ik iets aan het doen was, toen zag ik dat mijn waarde hier stond, 8 was hij toen. En nu is hij 7,3. En hier zie je dat hij aan het dalen is. Ja, zo werkt het dus. Ik moet nog maar een beetje kijken, maar ik zie nu hier steeds mijn waarde veranderen. Een paar minuten later is mijn waarde 7,1. Ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden en leuk. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!